Hier is Van Wolfswinkel, Ricky Van Wolfswinkel in de verre hoek. Hij maakt zijn eerste goal in de Nederlandse competitie. Nadat hij jarenlang heeft gespeeld in het buitenland, gaat hij gewoon door waar hij ooit beroemd en bekend mee is geworden. Namelijk met het maken van doelpunten. Vitesse heeft nu wel 3-4 man in het 16 meter gebied. En daar een doelpunt. Daar is de goal voor Vitesse. 4 minuten voor tijd. Ricky Van Wolfswinkel. En het spitseninstinct van Wolfswinkel, die er zo voor zich gelooft en toch maar doorloopt. En dan het hoofd tegen de balken. Van Wolfswinkel gaat er achteraan, staat geen buitenspel, dan zou hij het hier kunnen beslissen. Van Wolfswinkel! En dat doet hij! Twee keer! Ricky Van Wolfswinkel, de man van deze finale! Dan het duel tussen Van Wolfswinkel en Vlaar. Vlaar is gezien. Een geweldig achterom, dat moet gezegd door Van Wolfswinkel. De kapbeweging en dan de droge knallende lange hoek voor de 0-2. Dit keer niet en daar is de bal. En dat kan er maar één zijn die je maakt. Dat is namelijk de spits die je, zoals ik zei, 85 minuten niet ziet. Laat ik er 82 van maken, want hij scoort in de 83ste. In. Dit is goed voor Wolfswinkel, de goal. Dit is goed achter die verdediging. Daar wordt ervan geprofiteerd door Ricky Van Wolfswinkel.